pompoen kun je op verschillende manieren snijden en schillen. Vandaag laten we zien hoe wij dit het makkelijkste vinden. Snijd van de pompoen eerst een klein stukje van de boven- en onderkant af. Snijd de pompoen nu in grove stukken. Schil deze nu met een scherp mes of met een kaasschaaf. Maak van de grote stukken pompoen kleinere stukjes en verwijder de pitjes. Oh ja, en gooi de pompoenpitten niet weg. Deze kun je nog heerlijk roosteren. Kijk hiervoor op de blog voor een recept. De pompoen is nu ready to use. Enjoy! Done.